Ik ben Arnoud de Haan. Ik ben hoofd ICT, informatiemanager op het Porteum. Het Porteum is ontstaan in augustus 2021 uit de drie scholen voor voortgezet onderwijs in Lelystad. Met als doel dus uiteindelijk om naar één grote campus te gaan. En dat is dus het Porteum geworden. Voor mijn team lag dus de uitdaging, hoe gaan we het nieuwe netwerk op het Porteum vormgeven. De drie scholen deden dat alle drie op een andere manier. En een van de drie scholen had al een hele goede samenwerking met EVIT. En we hebben samen besloten om op die manier de samenwerking voor te gaan zetten. En EVIT te vragen of zij ons wilden helpen bij het ontwerpen van een nieuw netwerk voor de campus. Na een heel stuk voorbereiding leverde dat niet alleen een nieuw netwerk op. Dat leverde ook nog op dat we eigenlijk met z'n allen verhuisd zijn naar een nieuwe tenant in Office 365. Ondanks dat we met de drie scholen al in één tenant zaten. En dat we ook naar een nieuwe IM-module QCMax zijn verhuisd. Ondanks dat we al QCMax hadden. Tegenwoordig is natuurlijk alles ICT. ICT werkt in alle zaken door. Wifi is eigenlijk, zeg ik, langzamerhand nog wel eens belangrijker dan water op een school. We hebben natuurlijk eerst een heel ontwerp gemaakt. De nieuwste technologieën, SD-WAN, Cisco DNA is daar bij aan bod gekomen. Netwerkarchitecten hebben goede dingen bedacht. We hebben dus voor een managed oplossing gekozen, waarbij EVIT op de achtergrond zit, die ons kan helpen met alle storingen en problemen die er zijn. We hebben nu ook gekozen om voor Meraki-camera's. We hebben door de scholen heen zo'n beetje 200 camera's hangen. En we hebben juist voor Meraki gekozen omdat je Meraki de camerabeelden lokaal opslaat en niet op een centrale server. Wat dus ontzettend veel data gaat genereren. Het alarmsysteem. Bring your own device is ook echt een vraagstuk. Hoe ga je met eigen apparatuur hier toch op een netwerk komen en toch zorgen dat het een beetje veilig allemaal gebeurt. En daarmee krijg ik een mix tussen, ik kan toch zelf in mijn eigen campus doen wat ik wil. Maar op het moment dat er problemen zijn, heb ik een partij op de achtergrond achter de hand die de problemen oplost. En dat vind ik een uitstekende combi om in een goede samenwerking een werkend geheel te krijgen.